ben samen met mijn ouders hier naartoe gekomen in 1951. Wij werden hier ondergebracht in het woonoord Lunetten en ik woon er nog steeds. Ik als kunstenaar ben niet geïnteresseerd in politiek. Ik ben geïnteresseerd in schoonheid. In de Tweede Wereldoorlog raakt Nederlands-Indië bezet door Japan. Wanneer Japan capituleert, probeert Nederland opnieuw grip te krijgen op haar oude kolonie. Sukarno roept echter op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Nederland probeert met de zogenaamde politionele acties de kolonie weer onder controle te krijgen, maar moet na 4 jaar onder grote internationale druk instemmen met de onafhankelijkheid van Indonesië. Na bijna 4 eeuwen Nederlandse overheersing wordt op 27 december 1949 de soevereiniteitsverklaring ondertekend. Nederlands-Indië bestaat niet meer en het Koninklijk Nederlands-Indisch leger wordt opgeheven. Tegelijkertijd wordt het idee van de Verenigde Staten van Indonesië door Sukarno aanvang 1950 aan de kant gezet. Er komt een eenheidsstaat. De hoop op een onafhankelijke deelstaat Oost-Indonesië, waartoe de Molukken behoren, vervliegt, mede door militair ingrijpen vanuit Jakarta. Uit protest hiertegen wordt op 25 april 1950 de Republiek Maluku Selatan, RMS, op Ambon uitgeroepen. De Nederlandse regering zit in haar maag met de Molukse KNIL-militairen. Deze hebben zich achter de RMS geschaard en kunnen de overstap naar het Indonesisch leger niet meer maken. Begin 1951 haalt de Nederlandse regering de Molukse militairen en hun gezinnen tijdelijk naar Nederland. Er komen zo'n 12.500 Molukkers aan die verspreid worden over 90 woonoorden. Nou, de eerste boot die aankwam, dat was de Kota Inte. En die kwam op 24 maart aan. Van Amersfoort kan ik me niks herinneren. Ik denk dat ze ook maar heel even verbleven in Amersfoort. Ik denk dat ze gewoon in Amersfoort waren. Toen kreeg ze dus de plaats toegewezen waar ze naartoe moesten. Lunetten. Brak 24. Ik zou in principe in elke brak hebben kunnen wonen. Want het gaat niet zozeer om waar ik gewoond heb, maar gewoon ik wil het geheel laten zien van de voor- en achterkanten van de brakken waar mensen hebben gewoond. Ik treed juist terug uit het werk door mijn signatuur daar niet extra te laten gelden, daar waar ik gewoond heb. Waar de soldaten ook gelegerd werden. Nou, daar gingen de moeders en de kinderen gingen ook mee. En dan werden ze dus gelegerd in tanksies. Dat zijn dus hele grote kazernes waar ook ruimte was voor het gezin. En zodoende was het voor hun net zo goed het idee van we gaan weer naar een andere tanksie. Ik wil gewoon kaal laten zien dat het een barak is. Dat het een voorkant is van een barak of een achterkant. En ik hoef jou niet te vertellen dat ik Zuid-Molukse afkomst ben. En de reden waarom uiteindelijk mijn familie hier is terechtgekomen is een politieke reden. En op die façades van die barakken zie je ook sporen van mensen die fanatiek hun politieke identiteit kenbaar willen maken. Ik wil iets creëren wat in me leeft en politiek is alleen maar voor mij ruis.
Ja, van Ambo. Van de Lucas. Mooi. Ja. Mijn vader heeft het ook altijd over Island in the Sun. En kennen jullie Harry Belafonte? En er was veel ophef in Amerika. Het was de eerste film van met een neger als een tegenspeelster. Een blanke ster als tegenspeelster. En ik moest van mijn vader naar die film. Het eerste deel vanaf mijn geboortejaar tot aan mijn 14e zijn foto's, 15 foto's uit een familiealbum. Wat niet leuk was, was dus dat we ook veel bekijks hadden. De eerste bruine mensen hier in de omgeving, dan reden hier auto's langs. En dan deden ze een auto open en dan strooiden ze snoepjes. En wij als kinderen zo graaien. Nou, als je daar nu over nadenkt, dan denk je belachelijk. Hoe ze dachten wie wij waren. De volgende 15 foto's, die zijn allemaal gebruikt geweest om een visum aan te vragen. Voor elk jaar dat ik zo'n visum aanvroeg, er zijn verschillende reizen, zijn die foto's geselecteerd op jaargang. Alien, ik ben vreemdeling. Maar met zo'n vreemdelingenpaspoort kon ik met de juiste visa, kon ik bij wijze van spreken overal naartoe. De titel van het werk is If You See Her, Say Hello. Alsof je over een vrouw zou hebben, maar in dit geval is het voormalige kamp woonoord Lunetten, zoals we dat in de tijd noemden, kamp Lunetten, is de hoofdpersoon. Dus ik heb al die voorkanten en achterkanten van deze in totaal 22 barakken, waarvan sommige er niet meer staan, heb ik in die tijd gefotografeerd. Op de ene manier is in het lied van Dylan zijn de wegen van beide geliefden uit elkaar gegaan. En kennelijk heeft zij een nieuwe identiteit gekregen. Dus hij zegt tegen de luisteraar, als jij haar ziet, zeg gedag tegen haar. Maar je moet je nooit op titels laten misleiden. Het is gewoon een hele mooie regel uit een lied van Dylan. Prachtig. Als je dus die woorden beluistert, dan is het min of meer voor hem geschreven. En toen hij stierf, mijn vader, een paar jaar geleden, en toen zei iemand, goh, opa lijkt op Harry Belafonte. Nou, en toen drong het ook in één keer tot me door. Oh. Die Island in the Sun kwam in één keer naar boven. En toen heb ik ook gezegd, en toen kwam ik thuis, we hebben het gedraaid, Island in the Sun. En we hebben gezegd, nou, tijdens de kerkdienst, voordat zijn kist naar binnen gebracht wordt, spelen we dus dat Island in the Sun. En ook toen hij naar buiten gedragen werd. Ja, nee, dat is Island in the Sun, dus dat doet me echt aan mijn vader denken. Thank you.